Oké, in deze video gaan we een proeftentamen bespreken voor de HAVO, bovenbouw van natuurkunde. En dat gaat over hoofdstuk 5, 6, 8 in katern C van systematische natuurkunde. En de onderwerpen die daarbij horen, dat zijn hoofdstuk 5 gaat over warmte en materie, hoofdstuk 6 gaat over elektriciteit. Hoofdstuk 8 gaat over energie en arbeid en het katern C gaat over weer en klimaat. Nou, maar opgave 1 gaat over wind. Figuur 1 is een gedeelte van de weerkaart. Bij de isobare staat natuurlijk in hectopascal. Oké, 1000. Oké. Verder zie je drie punten A, B en C. In punt A is met de pijl de windrichting gegeven. Oké, hier hoge druk, daar lage druk. Leg uit dat je hier kunt concluderen dat deze weerkant voor het gebied op het noordelijk halfrond geldt. Nou, dat, als je bijvoorbeeld in B staat en je kijkt richting A, dan krijg je de wind in je gezicht. En volgens de wet van Buys-Ballot heb je dan het hoge drukgebied links van je en het lage drukgebied rechts van je. En als je inderdaad in B staat en je kijkt dus deze kant op, dan is dat dus ook zo. Oké. Geef met pijlen de windrichtingen aan in B en C in de figuur op de bijlage. Nou, eens even kijken. Bij A, hier lopen de isobaren en die lopen parallel. Dus die wind die gaat ook parallel daaraan natuurlijk. Hier lopen, bij B lopen de isobaren niet parallel. Deze loopt een beetje divergerend. Dus de windrichting zal een beetje het midden houden tussen die twee richtingen. Bij C lopen ze wel weer parallel. Dus dan gaat de windrichting ook parallel aan de isobaren. Oké. Is de windsnelheid in punt C groter dan, kleiner dan of hetzelfde als in A, dicht je antwoorden toe. Nou, als isobaren dicht bij elkaar liggen, dan heb je dus een groot drukverschil over een kleine afstand. Als isobaren verder van elkaar liggen, heb je hetzelfde drukverschil over een grotere afstand. Je kan je voorstellen, als je een drukverschil over een kleine afstand hebt, dan heb je een sterke wind. En dan heb je een drukverschil over een grote afstand, dan heb je dus een minder sterke wind. Dus bij C zal de wind minder sterk zijn dan bij A. De windsnelheid is dus lager bij C dan bij A. Oké. De dichtheid van lucht in het hoge is in het hoge drukgebied hetzelfde als in het lage drukgebied. In het hoge drukgebied is de temperatuur 25 graden Celsius. Bereken de temperatuur in het lage drukgebied, oké, dan moet je dat dus doen met algemene gaswet. Maar de volumes en de dichtheid die vallen eruit. Dus de dichtheid in het hoge drukgebied gedeeld door de temperatuur, absolute temperaturen in het hoge drukgebied, is gelijk aan die van aan het lage drukgebied, druk en absolute temperatuur. Oké, dan wat weten we? We weten de drukken van allebei zijn op 115 en 985. Oké, die kunnen we dus invullen. Hier is dat gedaan. Hoger drukgebied 1015, lager drukgebied 985. Allebei hectopascal, dus dat mag. De temperatuur van het hoger drukgebied is 25 graden Celsius, maar je moet er absolute temperatuur van maken. Dus er moet er 273,15 bij. 298,15 nummer kun je dan invullen hier en dan houden we alleen maar deze over. Nou, de temperatuur van het lage drukgebied is dan uit te rekenen natuurlijk. Het is gewoon kruising is vermenigvuldigen zo. En dan het product van deze deel je dan door die 1015. En dan komt dan uit 289 graden. En 273,17 af, 16,18. Maar twee cijfers zijn significantie, dus 16 graden. Oké, 5. In de schakeling van figuur 1, deze, is de spanning over weerstand BC 12 volt. Dat is deze. Even kijken, ook de spanning hier van de batterij is 30 volt, dus dan is deze 18 volt. Dat weet ik zo al. Bereken de weerstand van R. Dus even kijken, nou, R heeft dus een spanning van 18 volt. Dat weet ik. De stroomsterkte van R weet ik niet, maar ik kan wel de stroomsterkte in BC uitrekenen. Want ik heb de weerstand en ik heb de spanning, dus ik kan de stroomsterkte uitrekenen. En deze stroomsterkte is natuurlijk hetzelfde als de stroomsterkte door R, want het is een serie schakeling. De stroomsterkte is al wel gelijk. Dus bij deze ga ik de stroomsterkte uitrekenen. Dat doe je met I is U gedeeld door R. U is 12 volt, R is 10 ohm. Dus de deelkoppeling is 1,2 ampère. Dat is dus deze stroomsterkte hier, dus ook de stroomsterkte daar. En ik weet dat deze 18 volt is. Dus dan kan ik de weerstand uitrekenen. R is spanning van deze gedeeld door de stroomsterkte, dus 18 volt 1,2, 15 ohm. Oké. Je kan het ook met de geleiding doen zoals hier staat. Ja, dat gaat eigenlijk op dezelfde manier, alleen je moet een extra tussenstap doen.
maar je kan het natuurlijk zo doen inderdaad. Oké. 6. Leg uit of de spanning over het lampje in de schakeling. Oh, wacht even. Over de weerstand BC wordt nu een lampje aangesloten. Daarop staat 12 volt. Dat is dit lampje natuurlijk. Zie figuur 2. Leg uit of de spanning over het lampje in deze schakeling dan hoger is dan 12 volt gelijk is aan 12 volt of lager is aan 12 volt. Nou, er zijn drie methodes in. Die gaan we alle drie volgen. Het zal lager worden. Nou, eerste methode. De lamp komt parallel te staan aan de weerstand van R10. Dat is hier, hè? Zo. Oké. Dat betekent dus dat de vervangingsweerstand van deze twee kleiner is dan 10 ohm, hè? Want er komt hier een extra pad vrij. Dus de totale weerstand van dit gedeelte wordt lager dan 10 ohm. Het wordt makkelijker voor de stroom om erheen te kunnen, want die kan nu ook hierheen. De weerstand van A en B blijft hetzelfde. Oké. Dan is de totale weerstand nu ook kleiner, maar goed. In de serie schakeling is de spanning evenredig met de weerstand. Dus wordt de spanning over BC kleiner. Want de weerstand tussen BC wordt in de verhouding dus ook klein. Ja, dus blijft 30 volt. Deze weerstand wordt kleiner ten opzichte van die. Dan wordt deze spanning dus ook kleiner als die was ten opzichte van die. Dus het is geen 12 volt, het zal minder worden dan 12 volt. Oké, tweede methode. Lamp aan parallel, dan wordt de totale vervangingsweerstand van deze twee kleiner. Ja, oké, de weerstand van A en B blijft gelijk, dat klopt. Dan wordt R totaal dus kleiner. Oké, okay, dus van al, de hele weerstand van de schakeling wordt kleiner. Dat betekent dus dat er meer stroom gaat lopen. Ja. De weerstand tussen A en B blijft gelijk, maar de stroom wordt groter. Dat betekent dus dat de spanning over A en B groter wordt. De spanning over de bron blijft hetzelfde, dan moet deze kleiner worden. Ja, oké, okay, zo kun je het ook doen. De derde manier dan. De lamp parallel wordt de geleiding van de parallel schakeling groter. Ja, de weerstand neemt af, dus de geleiding neemt toe. De geleiding van dus A en B blijft gelijk. Dus de totale geleiding wordt groter. Deze wordt groter, die blijft gelijk. De totale geleiding wordt dan ook groter natuurlijk. Als de totale geleiding groter wordt, wordt het dus makkelijker voor de stroom om te lopen. Dus dan neemt de weerstand toe. Oké, de geleiding tussen die blijft gelijk, maar de stroom werd groter. Dan wordt de spanning ook groter. Dat moet, klopt. De bronspan blijft gelijk. Dan moet deze kleiner worden dan die was, dus minder dan 12 volt. Ja, kan allemaal. Oké, 3 dan, halogeenlampen. Voor de verlichting worden halogeenlampen gebruikt. De temperatuur van de gloeidraad is hoger dan die van een gewone gloeilamp. Daardoor geven ze meer licht. De lampen zijn gevuld met een gas dat ervoor zorgt dat de gloeidraad bij deze hoge temperatuur nauwelijks verdampt. Oké, een halogeenlamp wordt aangesloten op een spanning van 12 volt en zijn vermogen bedraagt 40 watt. Berekent dan de weerstand van de gloeidraad tijdens het branden. Kun je niet direct doen, je moet eerst de stroomsterkte uitrekenen. Dat doe je met P is U gedeeld door I. P is bekend, is 40. Spanning is 12, 12 maal de stroomsterkte is dus 40. Oh, de stroomsterkte is dus 40 gedeeld door 12, dus dik met 3 ampère. Oké, en dan kun je met R is U gedeeld door I de weerstand uitrekenen. Blijft natuurlijk 12 volt de spanning. De stroomsterkte hebben we uitgerekend als 3,33. Deel je op elkaar 3,6 ohm. Oh, wacht even, er staan er meer. 2 metalen kabels zijn evenwijdig van muur tot muur gespannen. Dat zijn die en die. Over ieder kabel wordt een soepele koperdraad gelegd. De koperdraden maken goed elektrisch contact en dienen voor de stroomvoorziening van de lamp. Dus de stroom die komt zo, die loopt zo door de lamp heen. Zo. Oké, okay. Dus die gaat zowel door de metalen draden als door de koperdraden. Oké, okay. Goed. Op deze manier zijn 2 verschillende lampen L1 en 2 opgehangen. L1 hangt 3 meter van de muur, L2 hangt wat verder weg. Dus dit is 3 meter en hier komt nog iets stukje bij. Dit is de muur dus. Hier heb je 12 volt, wisselspanning. Oké, okay, in figuur 4 is elektrische schakeling schematisch getekend. Oké, okay. De weerstanden van 1 meter metalen kabel, dus het gaat over deze en die en deze natuurlijk ook, hebben een weerstand van 1,4 x 10 tot min 2 ohm. De metalen kabels zijn van roestvrij staal. Dat betekent dat de dikte van de kabels in millimeter. Dan moet je het doen met deze regel. R, weerstand, is soortelijke weerstand, maatlengte gedeeld door oppervlak. Oké, okay. Wat weten we allemaal? We weten de weerstand van die kabel voor 1 meter, dat is 1,4 x 10 tot de min 2. De soortelijke weerstand van roestvrij staal kun je opzoeken in de BINAS. Dat zal het wel 9 of 10 zijn. 8 of 10, denk ik. 8 of 9 of 10 zijn. Het zal wel 8 waarschijnlijk, want het is in het metaal. Nou, staal is een alliage, dus het zal wel 9 zijn. Maakt niet uit. Lengte is 1 meter. En oppervlak kun je dan uitrekenen. Ja. Dus je kan de formule omschrijven als A is Roma L gedeeld door R en die vul je dan in. Dat is hier gebeurd allemaal, die 3 gegevens. Komt dan deze waarde uit. Dat is dus door oppervlak als je een doorsnijdt. Maar dat moet je niet hebben. Je moet de diameter hebben. Handig is misschien om eerst de straal te bepalen. Oppervlak is pi mal r in het kwadraat. Deze is bekend. Pi is ook bekend. Dus de straal is dan deze gedeeld door pi. Dus deze gedeeld door pi. En daardoor wordt het uit. En dan komt dan dit uit.
De diameter is weer twee keer zo groot, dus dan verdubbel je dan nog een keertje. Nou, dan krijg je 8,1 maal 10 tot de min derde meter, maar dat moest in millimeter worden gedaan. Nou, een millimeter is 10 tot de min derde, dus dat is gewoon 8,1 millimeter. Oké, bereken dan de spanning die in deze situatie over L staat. Nou, volgens mij is de uitwerking niet helemaal goed, en hebben we hier gecorrigeerd, maar we gaan even vervolgen. Wat weten we allemaal? We weten dat de spanning hier 12 volt is. We weten dat hier 3,9 ampère doorheen gaat, dat staat hier namelijk. Hè? En hier heb je een stroom van 3,1 ampère. Misschien moet je even toch even de opgave lezen. De punten A en B zijn aangesloten door spanningbom met een spanning van 12 volt. Door L1 gaat de stroom van 3,9 ampère en door L2 gaat de stroom van 3,1 ampère. Oké, okay. Met de weerstand van de metalen kabels moet worden rekening gehouden. De weerstand van de koperdraad moet vervaardigd worden. Dus deze koperdraden, daar kijken we verder niet naar, maar deze draden wel. Nou, wat weten we dan van die draden? We weten sowieso trouwens dat de totale stroomsterkte door dit stuk 3,9 plus 3,1 is 7 ampère zal zijn. En dat is voor deze natuurlijk ook zo. Nou, staat hier van lamp 1 is aangesloten op 3 meter. De weerstand van de twee kabels samen is 3,0 en 4,2. Dat is volgens mij maar voor één kabel, want het is 3 meter. Dit is dus voor één kabel. Dus van elke kabel is dus 4,2 maal 10 tot de min 2 ohm. Dus voor dit stuk is die 4,2 maal 10 tot de min 2 ohm. En voor dat stuk ook. Okay. De totale stroomsterkte door die kabels is 7 ampère. Dat zagen we al. Dus hier loopt 7 ampère doorheen. Hier loopt ook 7 ampère doorheen. Okay. Wat is dan de spanning over deze kabel? Die dan over de lamp heeft. Nou, die is 12 volt. Minder spanning over dit stuk en minder spanning over dit stuk. En dan breek je de spanning over een kabel, dat doe je met I mal R. Nou oké, okay, we weten dat hier 7 ampère erheen loopt en dat weet ook de weerstand van één zo'n stuk. 4,2 maal 10 tot de min 2 ohm. Kijk, hier wordt dat vermenigvuldigd voor deze draad. En dat doe je ook voor die andere draad. Ja, hier. Dus die 12 volt, daar gaat dit vanaf voor deze draad. Spanning was dan tegen voor die draad. En hetzelfde draad voor die andere draad. Die zo. En dan kom je op 11,4 uit. Nou, op zich doen ze dat volgens mij verder hier helemaal goed. Het enige wat ze hier vergeten is dus dat volgens mij dat je deze waarde, je rekent ze uit, dat is voor 1 meter. Volgens mij moet je dat maal 6 doen. Dus dan krijg je 12 maal min 0,098 maal 6. Hè? En dan kom je ook op die 11,4 uit. Dus dit laatste stukje hier vertellen ze het wel goed. Maar hier vergeten ze dat dit 6 maal moet. En dus ook hier 6 maal. 12 min 0,098 maal 6 is 11,4. Net zoals hier staat dus. Oké. Okay. Dankjewel voor het kijken. In het volgende filmpje doen we deel 2 van deze proeftentamens.